Helvoortse kerk krijgt minder bezoekers, maar is dankbaar voor betrokken omwonenden. Het aantal kerkgangers loopt zeker terug, maar de steun om de kerk open te houden, die is nog heel erg aanwezig. En verder, van kleinschalig naar grootste gratis jazzfestival van Nederland. Jazz in Duketown bestaat 50 jaar. En fietsen bij het station in Vught worden door de gemeente weggehaald. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. De Sint-Nicolaaskerk in Helvoort opent haar deuren. Op Tweede Pinksterdag krijgen bezoekers de kans om meer te leren over de kunstwerken in de kerk. De kerk geeft aan teruglopende bezoekersaantallen te zien, maar voelt toch veel steun van de gemeenschap. In het kleine Helvoort, dat ongeveer 5000 inwoners telt, staat de grote Sint-Nicolaaskerk. Meer dan 10% van de bevolking past hierin. Het aantal kerkgangers loopt zeker terug, maar de steun om de kerk open te houden, die is nog heel erg aanwezig. De Helvoortse kerk wil daarom graag laten zien wat het allemaal te bieden heeft. De meer dan 100 jaar oude kerk draagt namelijk veel geschiedenis met zich mee. Ja, buiten zien veel kerken hetzelfde uit, want heel veel zijn gebouwd rond 1900 toen het allemaal weer mocht. Maar dat de een dusdanige beschildering bewaard is gebleven of gerestaureerd kon worden, dat is uniek. In het midden zie je een symbool voor Christus. Hier zijn het de letters Chi en Ro, dus dan Latijn voor Christus. Daaromheen zie je de stralen die over de hele wereld uitstraalt naar ons. En daaromheen de symbolen van de dierenriem. En de zonnebloemen daaronder, een zonnebloem die richt altijd zijn bloem naar de zon. En zo moeten wij als zonnebloemen ons gericht houden op Christus in het midden. Niet alleen de beschilderingen zijn typerend voor de kerk. Ook de kerkgangers hebben een prominente rol. Zowel de bezoekers van nu als die van vroeger. Ze hebben een scheiding gemaakt tussen een mannen- en een vrouwenkant. En dan zie je hier, voor mij nu linkerkant, is de mannenkant. En er staan in die 5 bogen worden 5 levensfasen van de mens. En dan zie je hier voor de jeugd. En dan kreeg je daarna het huwelijk en het arbeid en ziekte en overlijden. En aan de uitgang van de kerk is het einde van het leven ook gesymboliseerd. In de jaren daarna zijn er steeds meer veranderingen zichtbaar in de kerkelijke gemeenschap. Een open dag moet in de toekomst meer bezoekers naar de kerk trekken. Gewoon om al dit moois te laten zien. Wat voor een heleboel mensen, ja, als ze een vrije dag hebben of staan zelfs op een camping hier in de omgeving, dan zijn er toch mensen die denken, oh, kerk is open, even kijken. En zijn dan altijd heel erg verbaasd. Jullie hebben het net gezien, wat een prachtige beschildering hier is. De Sint-Nicolaaskerk is te bezoeken op maandag 20 mei van 1 tot 5. Iedereen die nu nog de fiets heeft staan op station Vught komt van een koude kermis thuis. De gemeente haalt de fietsenstalling aan de Van Miertstraat namelijk definitief weg om ruimte te maken voor een tijdelijk treinspoor. Maandag 13 mei sloot de stalling. Donderdag 16 en vrijdag 17 mei worden de fietsen definitief weggehaald. Om toch genoeg fietsen kwijt te kunnen, wordt de stalling aan de Stationstraat uitgebreid. Maar die moet dan wel eerst worden ontruimd. Daarom plaatst ProRail tijdelijke fietsenstallingen. Die komen aan de linkerkant van het station in de buurt van het monument aan de kant van de parkeerplaats. De werkzaamheden aan de Helvoortse straat in Helvoort zijn maandag stilgelegd. De aannemer kwam tijdens het aanleggen van het nieuwe riool onverwachts een oude elektrakabel tegen. Die kabel blijkt kwetsbaar en moet vervangen worden. Over de werkzaamheden was al veel te doen. De gemeente ziet het nu als een goed moment om meteen de hele straat opnieuw in te richten. Hier maakt de buurt zich zorgen over omdat er niet genoeg aandacht zou zijn voor de natuur, veiligheid en leefbaarheid van de omgeving. Wanneer de werkzaamheden hervat worden is nog onduidelijk. 50 jaar geleden begon Jazz in Duketown als een klein festival. Door de jaren heen is het een plek geworden waar vele internationale en nationale jazzmuzici hun opwachting maakten. Nick van der Schoot uit Den Bosch speelt al sinds zijn 14e op het muziekfestival. In de 50 jaar dat Jazz in Duketown bestaat, heeft het niet alleen podium gegeven aan de Toets Tielemansen van deze wereld. De 36-jarige Nick van der Schoot uit Den Bosch treedt er al meer dan zijn halve leven op. Het begon op het amateurpodium bij het Noord-Brabants Museum.
een belangrijke plek voor mij en voor heel veel mensen die beginnen met jazz spelen. Toen ik 14 was, stond hier het podium en dat staat er dus nog steeds, wat altijd ramvol zit. En voor mij was het een hele belangrijke stap op weg naar professioneel muzikant te worden. De laagdrempeligheid van het festival komt hier ook tot z'n recht. Dat je niet alleen maar de grote sterren op de markt ziet of de grote sterren op de parade, maar ook gewoon de lokale jazztalenten. En wie weet wat daar dus allemaal weer uit gaat komen later. Als muzikant speel je vaak uit het real book. Hè? De jazzmuzikant, het is een boek. Daar staan de standards in. En de standards zijn de standaard liedjes die eigenlijk iedere jazzmuzikant behoort te kennen. Je gooit het boek open en de mensen met wie je speelt, ja, die speelt uit de hoge hoed. Dus dat is improviseren. Dat is naar elkaar luisteren, reageren, soms ook niks doen. En dat soort stukken hebben wij gespeeld. En dat doen we eigenlijk nog steeds. We staan hier in het Bonte Palet, het kleinste café van Den Bosch. En hier stond, geloof het of niet, hier stond een vleugel in het verlengde van deze bar. Dus wat er dan gebeurde, zondagochtend belde ik Diederik op, de eigenaar. Zegt Diederik, ik wil graag vanavond spelen. Ik bellen wat muzikanten bij elkaar. Hier stond die vleugel, ik zat hier. Daar zijn geen beelden van, wel van een optreden uit 2012. Café de Palme is dit. Een jaar of 12 met Jan Bijlaert gespeeld, de bassist hier uit Den Bosch. Op één avond kwam Dulfer in town, Hans Dulfer. En als Dulfer komt, is de tent altijd vol. Het was zelfs zo erg dat hier op straat de menigte, het publiek zich verzamelde. Wij speelden hier met de ramen open. Dat de politie eraan te pas moet komen die met dranghekken iedereen weer heeft teruggedrongen. Dit jaar speelt Van der Schoot wederom elke avond tijdens de afterparty in Podium Azijnfabriek. Daar komen verschillende muzikanten samen na afloop van hun concert. Jimmy Rosenberg kwam hier bijvoorbeeld spelen, de zigeuner gypsy gitarist. Die heeft hier 3 uur gespeeld en daarna op de afterparty. Het mooie is, op de afterparty kon je hem gewoon aanraken, weet je wel. En dat is super leuk om te zien. De afterparty is iedere avond vanaf 11 uur. Het weer dan nog. Het begon donderdag vooral bewolkt en ook behoorlijk nat met flinke buien. Het werd uiteindelijk een graad of 20. Ook de komende dagen blijft het regenen, vooral op vrijdag. De zon komt er niet veel aan te pas, maar vanaf zondag gaat de temperatuur wel weer wat omhoog. Heeft u een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan naar weerfoto@dtvnieuws.nl. Dit was het, maar meer nieuws bijvoorbeeld over de Heroes die woensdag goede zaken deden in de wedstrijd tegen Donar uit Groningen. Dat leest u op de website en in onze app. Heel graag tot snel.